Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 10 mei 2015. Dit is het bulletin van zondag. Goed nieuws, de uitzendingen op de Korte Golf zijn vanaf vandaag tevens op 9560 kHz in de 31 meter band te beluisteren. Dat is om 14:30 zomertijd, 12:30 UTC. Verder blijft de uitzending om 1900 uur op 6005 kHz ook gewoon gehandhaafd. De uitzendingen zijn vanaf nu dus om 1900 uur tegelijkertijd te beluisteren op 6005 kHz in de 49 meter band en op 7310 kHz in de 41 meter band. Dat is eigenlijk zoals het al was. En nieuw is dan de herhaling van de dag ervoor om 14:30 op 9560 kHz, direct na de lange uitzending van de Duitse Wetterdienst. En zoals de afgelopen tijd ook nog steeds de herhaling om 10 uur op 7310 kHz. Ook direct aansluitend na de Duitse Wetterdienst met het weerbericht voor de scheepvaart. Vanaf vandaag zit de hele meute, nou ja, de hele meute weer op de Jutberg. Voor wie het niet weet, de Jutberg is het jaarlijkse radiokamp van de VZA in Laag-Soeren, nabij Apeldoorn. De hele week zijn er allerlei activiteiten, waaronder vossenjachten, veel zendapparatuur en antennes. En op Hemelvaartsdag is het traditioneel de onderdelenmarkt, met ik dacht ook dit jaar weer een carboot sale. Vooral de radiomarkt op donderdag 14 mei vind ik dus een aanrader. Overigens heeft zustervereniging De Veron in dezelfde periode haar Pinksterkamp, dat rond Pinksteren plaatsvindt, een week later dus ongeveer. Dit jaar is het 50ste Pinksterkamp. Het Veron Pinksterkamp loopt van 21 tot en met 25 mei en vindt plaats in Zuidoost-Groningen, in Zellingen, als ik het goed zeg. Het Pinksterkamp is ooit begonnen omdat wat radioamateurs dachten dat het wel eens leuk zou kunnen zijn om met je spullen in het veld te gaan staan. De eerste kampen, dat is vanaf 1966 dus, had dat nog wat meer voeten in haar, omdat de meeste radioapparatuur nog werkte met buizen en veel omvangrijker en zwaarder was dan de spullen van vandaag. Maar ze lieten zich daardoor niet uit het veld staan en in augustus werd het eerste radiokamp georganiseerd. Nu, 50 jaar later, komt nog steeds een enthousiaste groep zendamateurs bij elkaar voor een actief kampeerweekend onder de vlag van de Veron. Worden mobiele antennesystemen uitgeprobeerd, sport en spel en de gezelligheid samengevoegd in een bosrijke omgeving. Alle spelactiviteiten zijn open voor de toevallige voorbijganger en andere campinggasten. Goed, en verder nog een leuk bericht over ons eigen zo vertrouwde Bonaire, waar een transatlantisch record werd gevestigd op 2 meter. Op 6 mei, Papa Juliet 4 Victor Hotel Foxtrot op Bonaire ontving op 6 mei het baken D4C-B op 144,436 megahertz. Dat staat opgesteld op de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Het betreft een historisch ontvangstrapport, een signaal via Tropo op 2 meter over een afstand van 4686 kilometer. De band bleef gedurende 90 minuten open. Het rapport was 519 op een TS-2000 met 2x13 elements Yagi's gestekt. Het baken is opgezet door HB9DUR en IZ4DPV van het Monteverde Contest Team dat ook de roepnaam D4C gebruikt. Mensen in de VS, maar ook aan de kust in Engeland worden opgeroepen 144,436 uit te luisteren voor het baken. Op southgatearc.org is er een video te bewonderen van de TS-2000 met daarop het signaal van het baken. Daily Minutes of Sunday, May 10. This is Peter John of Emergency Radio. As of today, we are also on 9560 kHz in the 31 meter band on 1230 UTC. So we are now at 1900 Central European Summer Time on 6005 kHz and simultaneously on 7310 kHz. In addition to that, we have reruns of the previous evening at 10 o'clock European Summer Time on 7310 kHz and the new one on 9560 kHz at 1430 Central European Summer Time. Next week we will make some space in our broadcast to answer some of the many mails we got in the last couple of weeks. Southgatearc.org has an item about a historic beacon reception on the Dutch Caribbean island of Bonaire, of a beacon on the Cap Verde Islands, 4685 kilometers away, on 2 meters. The beacon is placed by HB9 Delta Uniform Romeo and IZ4 Delta Papa Foxtrot of the Delta 4 Charlie Monteverde Contest Team. For the reception, a TS-2000 and 2x13 element Yagi was used. Frequency of the beacon is 144.436 MHz, and the owners of the beacon encourage hams in the US and coastal areas of the UK and elsewhere to also monitor 144.436. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.
De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2NOS met een herhaling om 10:30 de dag erop 's ochtends. Je kunt ons mailen op het korte mailadres en dat is xa@xdv.me en eerdere uitzendingen zijn te vinden op p0ete.nl. Wil je meer nieuws, kijk dan bijvoorbeeld ook eens op handnieuws.nl en kijk zeker eens op hobbyscoop.nl, pi3utr.nl of pi610.nl. Daar kun je vinden hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.